Nu gaan we beginnen. Action. Ik heb boodschappen gedaan. Daar zijn we weer. Maar nu met wat andere boxies. Ik heb weer boodschappen gedaan, zoals ik net zei. Denk ik. Heb ik dat gezegd? Ik heb dat gezegd. Maar nu hebben we wat nieuwe Celebrations boxen. We hebben de mooie Pikachu box. Straks allemaal weer zoals gewoonlijk vanaf dichtbij. De Charizard box. De Lance box. En een Dark Sylveon box. En we gaan gelijk gewoon uitpakken. We gaan uitpakken. Die Pikachu box is raar, man. Hij is raar. Maar we gaan uitpakken. Het is tijd er. Het is tijd. We gaan de Sylveon pack even openen. Oké, dit is de Sylveon pack. We hebben een mooi Dark Sylveon'tje hier zitten. Een mooie grote Dark Sylveon. 4 packies. Nog 2 packies erachter. Gaan we gewoon gelijk beginnen. We gaan hem beginnen. Ik ga hem open scheuren. Open scheuren. Tuurlijk, Mike. Kijk, dit is de Sylveon kaart. Nou, best mooi als je mij vraagt. Er is niet veel speciaals aan. Het is gewoon een Sylveon die wegkijkt. Is een beetje boos. Sylveon is een beetje boos. Ja, we zijn allemaal wel een keertje boos. Grote boze Sylveon. Nou, nu is die nog steeds boos, maar alleen groter. Nu is die groot en boos. 1, 2, 3, 4. We hebben 4 bakjes Celebration. En we gaan gelijk beginnen. Dit is de grootste drukker van de hele pack opening. Ik heb vette handen. En dan heb ik het niet over dat het dik is. Dat zijn ze ook. Ik heb vette handen, oké. Hoppakee. Kijk, alsjeblieft voor de code. En we gaan gelijk beginnen. We hebben weer een mooie Zekrompie. Een mooie Zekrom. Een mooie Yveltal. Die hebben we best wel vaak gezien nu tot nu toe. Oh. Een mooie sexy Kledel. Het ziet eruit als een speciale kaart. Het is ook weer niet zo speciaal. Hij heeft die mooie glim. Dat mooie speciale glim wat die andere kaarten ook hebben. En algemeen, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Kledel altijd fucking vet. Sinds ik Pokémon White heb gespeeld, dan zag je Kledel altijd staan ergens. Ik weet niet meer waar, het is lang geleden. En sindsdien ben ik verliefd. Niet letterlijk, maar ik ben verliefd. Het is een mooie Pokémon. Deze gaat dus liefie krijgen. En weer een Flying Pikachu. Een vliegende fucking onderzeeër. Ik weet niet hoe dat werkt, maar een vliegende fucking onderzeeër. Hij is wel zo dik. En hij is fancy. Dit is een mooie dubbele. Het is een mooie dubbele om te hebben. Dit is een mooie ruilobject. Deze gaat ook weer een sleevey krijgen. Nou, daar ging mijn camera. Hallo. Nou, dat is weer een mooie aanwinst. En nog even kijken. Even een shoutoutje, hè. Dan ga ik gelijk zien of hij ook kijkt. Een klant van mij die heeft een mooie pakje sleeves aan mij gegeven. Ik werk in een gamewinkel, weet je wel. Sta ik wel bekend om. Maar ik zei van de klant van, ja, we hebben ze helaas niet meer. En hij was er van, nou, oké. En toen kwam hij terugrijden. En toen was hij opeens van, hier Mike, pak je sleeves. Gewoon zo op de balie zo. Pop, hier Mike, alsjeblieft. En ja, dankjewel. Wat is jullie favoriete Pokémon? Ik ben wel benieuwd. Bij mij, oh, zo, goedemorgen. Bij mij zijn het wel, ik denk dat Kledo misschien wel in de top zit. Maar ja, ik denk Absol en Cinderace mijn top 2 Pokémon zijn. For sure. En dan Kledel, die zit wel in de top 10. Ik vind Kledel mooi. Ik heb daar een mooi plekje van mijn Kledel. Oh, we zien je goed. Je arm wordt gereflecteerd. Maar we zien je, dat is ook belangrijk. We gaan gelijk door naar pakkie 2. En mochten jullie afvragen, hè, Mike, ik zie je elke keer met dezelfde hoodie in de video's. Ja, dat komt omdat ik die zelf heb laten maken. Ja, mijn eigen hoodie. Mijn custom hoodie. Kijk, alsjeblieft. Weer een codetje voor jullie. Hoppakee. En we gaan gelijk beginnen. Het is een mooie Dialga. Kijk, bijna elke kaart heeft wel wat glim. Deze zie je dan niet zo goed. Maar niet zoveel speciaals aan een Dialga. En een Palkiaatje. We hebben weer een Celebration Pikachu. Een verjaardags Pikachu'tje. Jawel, nummer 2. Eigenlijk zou ik hier mijn naam moeten schrijven. Hè? Dit is mijn tweede. Maar dat ga ik niet doen. Misschien dat je iets, een keertje iets leuks mee kan verzinnen. Maar voor nu, hele mooie kaart. Dit ben ik als ik taart zie. Ik ben ook zo fucking blij, jongen. Dan ben ik ook zo blij. Wat is jullie favoriete taart? Laat dat achter. Zo kan ik zien of jullie echt luisteren. Hè? Wat is jullie favoriete taart? Mijn favoriete taart is denk ik cheesecake. Een lekkere cheesecake. Maar dan ook met een dun laagje witte chocolade eroverheen. Kan je mij voor wakker maken, jongens. Wat is jullie favoriet? We gaan verder. En we hebben nog een Pikachu erachter. Kijk hem zitten dan, joh. Met zijn gnal. Wat een kutaanval. Gnal. Ja, nee, fuck jou. Pikachu,
Ja, we gaan deze sparen, jongens. We gaan Pikachu sparen. Ik hou van deze Pokémon. Ik hou van dit kaartje. Met zijn enge kraaloogjes die diep in je ziel kijken. Pikachu komt hem halen. Pas maar op. Maar, dat is een leuk setje. We sparen de Pikachu's. Ik vind het echt zo leuk. Ik ben echt... Ik word een klein kindje ervan, jongens. Ik ben 23, maar ik word hier echt een klein kind van. Kijk hem dan. Deze is toch mooi. Ik vind ook die glitters vind ik zo leuk op de achtergrond. Ja, dan moet ik gewoon even kwijt. Dan moet ik er gewoon even kwijt. We hebben twee pakjes geopend en we hebben nu al 3 speciale Pikachu's. En een mooie kledel. Ja, ik ben blij, jongens. Ik ben blij. Binnen 2 pakjes. We gaan gelijk weer door. Hoppakee. We hebben weer een codetje voor jullie. Oh, jawel. Een codetje. Alsjeblieft. En weer een lelijke Palkia. Op zich, ik vind die Dialga mooier. Spijt me die Palkia. Het spijt me Palkia. Maar ik vind je broer mooier. Zekrom, blijft mooi. Lijkt net alsof het hier een dikke ruf laat die hier uitkomt. Hij is gewoon stinky. We hebben nog een Lugiaartje. Ik vind hem nog steeds niet zo speciaal. Ik vind hem leuk, maar niet speciaal. En een Zacian V, jawel. Hoppakee, we hebben het setje compleet. We hebben al 2 keer Zamazenta gehad, maar nu hebben we eindelijk Zacian. Als die hem laat vallen, dan is een hele concept voorbij, volgens mij. Sword and Shield, dat is helemaal nutteloos. Shovana, ja, dat is helemaal nutteloos. Wat een stom ding, eigenlijk. Je hebt het stom, Zacian. Dit wordt weer het laatste packie. Zo, zit maar in mijn neus. Ga weg. Het laatste packie van Dark Sylveon. Oké, doei. En weer een codetje voor jullie. Hoppakee. Ben ik toch weer lief, hè, jongens. Wat ben ik weer lief. We hebben hier een Kyogre. Ik vind dit kaartje nog steeds heel erg vet. Zit hier ook weer een Chicky naast. Ze heeft bijzondere aspecten hier. Hier zo. Mooie mond heeft ze. Mooie mond. En een mooie kont. We gaan verder. Een Xerneas. Ik vind nog steeds dat hij echt vieze, lelijke voorpoten heeft. Mooie kleurtjes. Vieze, lelijke voorpoten. We hebben hier Rockets Admin. Misschien moet ik deze ook sleeven. Ik weet niet. Hij heeft van dat speciale holo. Maar het is een trainerkaart. Ik boeit me veel minder. En een Lunala. Ja. Wat een teleurstelling. Ik vind het echt wel leuk die Pikachu's wat er komt. Ja. Dit wordt meer een positieve video tot nu toe, jongens. Niet zonder hoes in de poes. Er zit een poes op, trouwens. Hè? Niet zonder hoes op de poes. Op de poes, in de poes. De poes gaat in de hoes. Hoppakee. Ja, oké. Nou, die waren wel gewoon. Gaan we. De Charizard pack openmaken. Hoppakee. Dat gaan we nu doen. Dat vind ik een goed idee, oké? Ik vind het een goed idee. We gaan gezellig weer openmaken. We krijgen weer 4 pakjes erbij. Maar dit is dus Lens' Charizard. Ja, gewoon een mooie kaart. Het is gewoon Charizard die vuur spuugt. Samen met Lens. Ja, wat moet ik er meer over zeggen? Het is Charizard. Dus die wordt geld waard, want het is Charizard. Ja, wat kut eigenlijk allemaal. Wat kut, het is gewoon Charizard. Wat is er zo speciaal? En hoppakee, een mooie grote Charizard. Oké, deze is best wel cool. Zo is die best cool. Ik ga niet liegen, zo is die best cool. Zo is die best cool. Een pakkie. Wee. 2 pakkies. Kijken of die zesje nog mee werken nog wel. 3 pakkies. En 4 pakjes. Hoppakee. Nee, niet jullie 2. Even kijken, maak ruimte, je dikke chew. Je bent dik, dat weten we. Maar je hoeft niet alle ruimte te jatten. Godverdomme, dat is dat persoon in het vliegtuig die eigenlijk 2 stoelen tegelijkertijd zou moeten reserveren. Nou, dat is een argument, hè. Vinden jullie dat dikke personen die eigenlijk al 2 stoelen opnemen in een eentje, gewoon 2 stoelen moeten reserveren? Ze betalen gewoon dubbel. Ja, daar heb ik ook mezelf mee te pakken. Ja. We gaan beginnen met de pakjes uit de Lens Charizard box. Dit is het moeilijkste van de video, hè. Van de video. Pakje nummer 1 van de Charizard box. Alsjeblieft. Graag gedaan. En dan gaan we gelijk beginnen. Met een Ho-Oh. Met een Ho-Ho. Dit is de kerstman. Ho-Ho-Ho. Die komt even hooien zeggen. Alleen die spuugt vuur op je. Ja. En hij kijkt een beetje boos. Alsof je net zijn gehaktbal hebt gejat. Dan heb ik Xerneas. Wat is eigenlijk... Oh nee, Yveltal is tegenovergestelde van Xerneas, toch? Niet de tegenovergestelde tegenstander. De camera focust er niet op. Oké, dankjewel. Oh ja, kijk hier. Hier hebben we hem. Yveltal. Tot nu toe niks speciaals. En we hebben weer een Pikachu voor de collectie. Jawel. Zeker wel.
Kijk, jongens, ik wil eigenlijk een petitie starten dat specifiek dit kaartje Dikachu wordt genoemd. Geen Pikachu, maar Dikachu. Dus gewoon de P wordt vervangen met een D, omdat hij dik is. Als je het daarmee eens bent, plaats een comment met gewoon alleen maar woord Dikachu, oké? Okay? Dankjewel. Hoppakee, je gaat samen met je vriend staan. Met je gebroeders. En we gaan door naar pakje nummer 2. Nummer 2. We hebben in totaal 3 Dikachu's gehad in mijn video's. We gaan ze gewoon sparen. Hoppakee. Kijk. Codetje voor jullie. Ik geef het terug aan jullie. Geen zorgen. Kijk. Weer een Palkia met een tand op zijn voorhoofd. Een Zekrompie. Er schijnt dus een full art te zijn van Reshiram en Zekromp. Die wil ik echt zo graag fucking hebben. Weer Rockets Admin. En nog een Dikachu. Dit wordt een Dikachu video. We hebben er al 3. What the fuck. Ja. Ja. Gelijk slieven die zooi. Gelijk slieven. Hoppakee. En Dikachu nummer 3. Hoppa. Ja, daar worden we blij van. Daar worden we blij. Nou, ik vooral eigenlijk. Maar daar worden we blij van. Er zijn betere pools. Maar Dikachu maakt me happy. We gaan naar pakje nummer 3 uit de Charizard box. Ik ga misschien een schaar moeten kopen. Dat zou pas een investering zijn. Een schaar. Alsjeblieft. Een code. Hier. Gezien? Gezien? Goed zo. We hebben een Kyogre. Een mooie Kyogre. Hoppakeetje. Blijf mooi. Een Dialgaatje. Niet speciaal. Een Cosmogie. Die hebben we nog niet veel gezien vandaag. En een Mew. Weer een mooie gouden Mewtje hoor. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Of hij is aan het vallen. Of iemand heeft zojuist een klap zijn kont gegeven. Waardoor hij nu zo wegvliegt. Dat kan ook. Hij van die kippenpootjes. Is net een kippie. Wie heeft er een mooie lekkere barbecue of een spit. Waar we op kunnen roosten. Vind ik wel lekker. Gaan we samen Mew eten. Vind ik goed idee. Lekker. Dan het laatste Charizard packie. Alsjeblieft. Ik heb goed. Dit wordt hem, hè. Dit wordt hem. Hier. Jij gaat de Charizard online krijgen met deze. Voor nu krijg ik een Xerneas. Alweer. Met mooie kleurtjes. Want dat is het enige waar hij goed in is. We hebben een Ho-Ootje weer. We hebben weer een Zekrom. En we hebben een Solgaleo. Die hebben we nog niet zoveel gehad, volgens mij. Maar ja, we hebben weer een Solgaleo. Speciaal. Nee. Heel cool. Nee. Als laatste voor deze video is een hele grote Pikachu box. Je kan er weinig van zien. Dus ik ga hem even openmaken voor jullie. Ik ken al dus de hik ook. Het zit wel eens mee hoor. Het zal wel eens mee zitten. Ik zit helemaal onder de plak zo. Nou. We hebben Pikachu kaart nummer 1. Hij is wel leuk. Ze blijven leuk. Je ziet ook dat ze allemaal andere artstyles hebben. Deze heeft een fucking Minecraft hoofd. What the fuck. Het zal wel. Is leuk. Dan hebben we nog een hoekje. Deze heeft net een poepje gelaten. En die denkt van, oh vrienden, jullie weten niet wat jullie te wachten staat. Wat is dat gezicht? Die is blij. Die is blij. Blij in zichzelf. Hij is niet 100 bij zijn hoofd. Maar die is blij. Deze is, wada! Die gaat, we gaan in de aanval. We gaan in de aanval. Deze heeft glimmende ogen. Ik vind het eng. Ik vind hem eng. Deze kijkt echt je ziel in. Die vertrouw ik niet. Deze is ook een leuke Pikachu. Deze Pikachu heeft een stevige Jonko geklapt, jongens. Die heeft een stevige Jonko geklapt. Jezus Christus. Die zit er niet meer bij. Die zit er niet meer bij. Maar leuke kaarten. Maar wat mij verbaast is dat er dus een professorkaart blijkbaar achter zit. Kijk, Professor Birdet zit erachter. Ik wist niet eens dat dat erbij zat. Ja, extraatje blijkbaar. En dit is de eerste Union pack die ik ooit heb geopend. Dus die gaan we zo bewaren. Ik zou niet weten wat ik er anders mee moet. Het is misschien leuk voor het spel. We hebben hier nog steeds de Jonko Pikachu. Maar die gaan we bewaren. Die gaan we leuk bewaren in de mappie. Oh mama. Ja joh. Telefoon dieft ook nog eens op de grond. En dan hebben we uiteraard de grote Jumbo kaart van alle Pikachu's. Met of course de Jonko Pikachu. Je ziet die mooie ring licht in de achterin. Hoppakee. Dat is ook een blij Pikachu erachter. Maar wat leuker is 1, 2, 3, 4 pakjes. Hoppakee. Ik had dat jullie het wel willen zien. Ik zal jullie eerlijk zeggen, ik geniet echt heel erg veel van dit soort video's maken. Het maakt me oprecht blij. En dan helemaal om te zien bijvoorbeeld dat de eerste video binnen een dag alweer 100 views heeft gehaald. Tweede video helaas niet. Maar we kunnen niet altijd geluk hebben. Tot nu toe, we gaan verder. Ik ben tevreden, we zijn 10 subs omhoog gegaan. Bij het maken van deze video had ik 26 subs. Ik ga even de camera bijstellen.
had ik 26 subs. En laten we hopen dat we een beetje richting de 35 kunnen gaan of zo. Weet je? Dat we deze maand nog de 50 misschien kunnen halen. Dan ga ik helemaal huilen. Dan ben ik helemaal blij. Dus deel alsjeblieft de video's, jongens. Dat helpt me enorm. Het maakt me echt heel erg blij. Het stuurt mij een beetje. Of hoe moet ik het zeggen? Het motiveert mij heel erg. Oh, gaat goed. Dit is heel zwaar. Zwaar pakje. Hier zit Charizard in. Wacht maar. Maar het motiveert mij heel erg, jongens, om die subs te zien. Dus, en de likes vooral. De likes die maken me ook heel happy. Maar dan weten jullie dat even. We gaan beginnen. Pokémon. Godvergola. Pikachu pak nummer 1. Oké? Ga ik jullie hem ook? Oh jee. Kijk, alsjeblieft. Dat is een beetje wazig, maar je moet het er maar mee doen. We hebben een mooie Kyogre. Blijft een mooi Pokémon. Een Xurniasje. Met dunne pootjes. Imposter Professor. Oh, deze hebben wij nog niet. Oh, deze had ik vroeger. Maar dan zonder holo. What the fuck? Fucking ziek. Dit is gewoon een OG kaart. En een Solgaleo erbij. Ja, deze OG gaan we even sleeven, jongens. Ja, leuk. Oh nee, dit is een Among Us meme. Oh, ga weg. Doei. Oh, nee, Pikachu, het spijt me. Vriendjes. Blijf staan. Het spijt me. Ik wil jullie niet aanvallen. Het was geen Charizard, jongens. Het spijt me. Misschien in dit pakje. Pakje nummer 2 van de Pikachu V Union Box. Training, jongens. Hoppakee. Dat is een codetje voor jullie. En dan gaan we gelijk beginnen. We hebben een Dialga. We hebben een Cosmogie. Die nog steeds zit te huilen omdat ze eng is. Een Reshiram. Dit is pas de tweede Reshiram die we volgens mij hebben. En een Surfing Pikachu. Oh jawel. We missen alleen nog de Flying Pikachu V. Maar we hebben deze dubbel. Misschien kan ik die met iemand ruilen. Ik heb het gevoel dat iemand hier met zijn hand onder zit. Zo'n kontje te kietelen. Maar ik heb geen idee. We gaan hem sleeven. Nou, het ene laatste pakje van de video, jongens. Open nu. Hier een code voor jullie. Alsjeblieft. Hé, er staat Mac van McDonald's. Lekker hoor. Ik vind de Big Mac wel echt een goeie. Korte pijnmetje kan ook voor de prijs gaan. Oeh. Een mooie Groudon. Wacht, er zit hier iemand. Het viel me niet eens op. Het is weer een chickie. Oh, en dat is een dude. Laat maar. Ik dacht, het moet weer een chickie op elkaar staan hoor. Valt mee. Nee, het is een mooie kaart. Ja, oprecht. Ik vind het fucking vet, die Groudon. En we hebben weer een Reshiram voor de verzameling. Een zekrompje. En we hebben hier een duo. Yes! Flying Pikachu. Onze setje is compleet. Hebben we alle Pikachu's nu? Ik heb oprecht geen idee. Iemand, laat alsjeblieft een reactie achter in de comments. Als je weet of er nog meer zijn. Maar we hebben dus nu Flying Pikachu. We hebben Flying Pikachu V Max. Dan hebben we Surfing Pikachu V en Surfing Pikachu V Max. We hebben de Birthday Pikachu. We hebben de Dickachu. Ja, volgens mij hebben we ze allemaal van deze set. Deze gast die dropt op jouw hoofd en tasert je nek, vriend. Hoppakee. Deze blonde zitten wel mooi in een rijtje. Die gaat gesleeve worden. Hij blijft mooi. Deze gaat gesleeve worden. Hoppakee. We hebben hier een mooi setje, jongens. Weer een flying. Kijk, al die Pikachu's. Hier word je toch blij van. Onze laatste pakje van de video. Oké. Hebben jullie al jullie energie erin gegooid? Ik hoop het. Ik wel. Hier heb je nog een laatste code. Laatste code van de video. We beginnen met een Kyogre. Mooie kaart blijven nog steeds. Mooi. Een Yveltal. Jeuk, jongen. En een Rocket Zap. We hebben gewoon een fucking Zapdos. Ja hoor. Kijk, je kan zeggen wat je wilt. Dit is een mooi kaartje. Oh jawel, dit is een mooi kaartje. Het is een... Je ziet het niet zo heel erg goed. Maar dit is een mooie oude Zapdos van de Rocket Set. Fucking vet. En nog in de laatste pakkie. Een Dickachu voor de collectie. Ja hoor, die gaat ook gelijk gesleeved. Waarom ben ik blijer voor een Dickachu dan deze? Oh, deze is vet. Ja, die gaan gesleeved worden, die twee. Deze gaat even hier staan. Een beetje voor de Flying Pikachu. En dan hebben we nog weer een Dickachu voor de verandering. Kijk, hebben we weer een Dickachu. En voor de verzameling, aan het einde van de video, hebben we 4 fucking Dickachu's gekregen. Hoppakee. Zijn ze veel waard? Nee. Heb ik er plezier van? Ja, dat is het belangrijkste. We gaan even voor de rest nog even een recap krijgen van wat ik nog heb gekregen. Oké, daar gaan we. We hebben Dickachu 1, Dickachu 2, Dickachu 3 en Dickachu 4. Nou, die wisten we al. Daar was ik net al veel te blij mee. Dan hebben we weer een Surfing Pikachu. Die had ik nog niet.
Die gaat bij de collectie. Of, die had ik wel. Die gaat bij de collectie. Dan hebben we Flying Pikachu. Die had ik nog niet. Die gaat bij de collectie. We hebben onze mooie tweede Birthday Pikachu. Want waarom ook niet? Het blijft een mooie kaartje. Dan hebben we weer een Flying Pikachu V-Max. Die hadden we ook al. Dan hebben we eindelijk Session V. Dus we hebben nu de duo Session en Samazenta. Hoppakee. We hebben Kledel. Degene die ik zelf best wel vet vind. Dan hebben we nog de Imposter Among Us Professor ook. Die helle sus. Hij is sus, man. Hij is sus. Dan hebben we nog een mooi Mewtje. En een Rocket Zapdos. Hoppakee. Op het moment van de video heb ik geen idee wat de waarden zijn. Maar deze voelt speciaal. Deze voelt speciaal. Voor nu, jongens. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet niet belletje te ringen of zo. Weet ik het. Als het helpt, dan helpt het. Ik vind het goed. Join de Discord server. Daar update ik gelijk iedereen dat er een nieuwe video aan komt. Ik ping iedereen die de YouTube rol heeft uitgekozen in de server. Dus dan ben je altijd up-to-date. Ook voor nieuwe video's van algemeen. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken. Naar deze mooie videootje. En dan zie ik je de volgende video. Waar ik de tinschoppen maken als het goed is. Nou, dankjewel voor het kijken.